Binnenlandbewoners worden voorbereid op de aanstaande verkiezingen. De werkgroep Binnenland van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevindt zich momenteel op Tipu in het kader van een missie om zaken van dorpsbewoners betreffende de stembusgang in place te hebben. De missie heeft reeds boven Suriname, een deel van Brokopondo, het Lawa en Tapanahoni-gebied aangedaan. Ik ben lid van de werkgroep Binnenland, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met de missies in het binnenland. Het doel van deze missies is om de mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen, de binnenlandbewoners natuurlijk, om ze in de gelegenheid te stellen hun burgerzaken in orde te maken. De werkzaamheden die we verrichten in het binnenland zijn het aanmaken van ID-kaarten, de mensen die geen geboorteakte hebben, die nemen we ook mee. We doen de beschrijvingen. Mensen met foutieve geboorteakten, die kunnen zich ook aanmelden. We onderzoeken alles. We maken een verzoekschrift op. De persoon tekent en wij maken het verder in orde in Paramaribo. Ook doen we verhuizingen, zodat de mensen voorkomen in ons systeem met hun juiste adres. En de kiezerslijsten worden gecontroleerd. We hebben het heel boven Suriname gebied aangedaan. De Pikingeljo, de Grangeljo hebben we totaal aangedaan. Een deel van Brokopondo, het gebied van Douatra en omgeving, hebben we ook aangedaan. We hebben het Lawa gebied aangedaan. We hebben het Tapanahoni gebied aangedaan. En nu zijn we bezig met Missie Tipu en Kotika aan de Lawa. Behoort tot het Lawa-gebied. We hebben het wel aangedaan, maar vanwege telefoonbereik, internet kwestie, konden we daar geen ID-kaarten maken. Dus we gaan naar Tipu, meteen vanuit Tipu vliegen we naar Kotika aan de Lawa om ook die mensen in de gelegenheid te stellen. En momenteel is er ook een groep bezig op Palomei, die dan na Palomei ook gelijk het dorp Apetina aandoet. Het verloop van onze missie gaat heel vlot. We zijn heel goed ontvangen. We zijn gistermiddag aangekomen en vanmorgen zijn we gestart met de werkzaamheden. En de werkzaamheden verlopen vlot. Weliswaar een hele grote groep die zich heeft aangemeld, maar we all hands on deck. We werken tot laat in de avond, tot misschien in de ochtend, zodat de mensen geholpen kunnen worden aan hun ID-kaart en de eventuele andere zaken. De mensen zijn blij dat we aanwezig zijn. Dat hebben ze ook duidelijk te kennen gegeven. En wij zijn ook blij dat we de mensen van dienst kunnen zijn. Want we weten wat de kosten zijn als zij zelf naar Paramaribo moeten afreizen. En dan heb je ook nog verblijfkosten. Dus we zijn ook blij dat ze in de gelegenheid gesteld worden. Dus we doen hard ons best en we weten zeker dat het lukt om iedereen die zich heeft aangemeld van dienst te kunnen zijn.